Dus mensen hebben cultuur omdat ze daarmee de chaos ordenen. Dan hoef je over een heleboel dingen vandaag hoef je niet meer na te denken. En dat zorgt dat wij mensen breincapaciteit overhouden voor slimme dingetjes. Voor naar de maan vliegen, voor fantastische medische ontdekkingen doen. Voor zorgen dat er iets minder oorlog komt dan een aantal eeuwen geleden. En dus doordat wij breincapaciteit overhouden, ja, daardoor hebben we zo'n belangrijke positie op de planeet ten opzichte van andere diersoorten. Of we daar verstandige dingen mee doen is een tweede. Maar we houden breincapaciteit over. Dat betekent dat zodra je mensen voorstelt om iets anders te gaan doen, om cultuur te veranderen of om iemand in je team toe te laten die anders is dan jij, dan stort je mensen in neurologische chaos. Dat is wat je doet. Dus dan moet je een heel goede reden hebben, een goed verhaal waarom je dat doet. Dus cultuur zorgt ervoor dat je zegt, zo doen wij dat hier nu eenmaal. Wij kleden ons aan als we naar een congres gaan. Dit zijn onze manieren. En dat betekent dus als iemand erbij komt die iets anders doet, die een ander relationeel voorstel heeft, dat je, ja, maar zo doen wij dat hier niet. Dit zijn niet onze manieren. En daar begint in exclusie. En hoe sterker je tribe van binnen, hoe beter je weet, zo zijn onze manieren, hoe sterker de buitengrenzen en is de uitsluiting. En dus sterke tribes van binnen sluiten ook altijd gelijk mensen uit.